Dit is de eerste webles in de serie over magnetisme en elektromagnetisme. En in deze webles gaan we kijken naar de basiskenmerken van magnetisme. En magnetisme en magneten, die werden eigenlijk voor het eerst ontdekt door uh, zeelui en ook toegepast door zeelui, omdat ze erachter kwamen dat een magneet, een magnetisch stuk uh, uh, ijzer, altijd in dezelfde richting ging staan, in de richting van het noorden. We gaan eens kijken hoe dat te verklaren is. En wat bleek nou het geval te zijn? Alleen de zogenaamde ferrometalen, en dat zijn ijzer, kobalt en nikkel, die kun je gebruiken om een magneet van te maken. En die, staan ook, die zijn ook gevoelig voor magnetische effecten. Dan gaan we eerst eens even kijken, wat is nu eigenlijk een magneet? Um, een aantal definities. Een magneet heeft altijd een zogenaamde Noordpool en een Zuidpool. Waarbij de Noordpool uh, meestal uh, rood gekleurd is als je een magneet koopt. En um, er blijkt ook altijd sprake te zijn van een magnetische kracht. Dat vonden de mensen in de middeleeuwen al. Als ze dan twee stenen uh, naar elkaar toe uh, brachten, dan konden die stenen elkaar uh, afstoten of juist aantrekken. En ook bij uh, magneten die je gewoon koopt, uh, geldt het volgende. Wanneer. Je een zuidpool bij een noordpool houdt, dan zullen ze elkaar aantrekken. En wanneer je een zuidpool bij zuidpool houdt of noordpool bij noordpool, dan zullen de stenen of de, de magneten elkaar juist gaan afstoten. Kunnen we nu ook verklaren waarom ijzer, kobalt en nikkel magnetische eigenschappen kunnen hebben? Dat blijkt te kunnen als je gaat kijken naar het atoommodel van deze stoffen. En wat blijkt dan het geval te zijn, als je kijkt naar de atomen van ijzer bijvoorbeeld, dan blijkt elk Afzonderlijk atoom een heel klein magneetje te zijn. Die gedraagt zich als een magneet. En in de normale toestand, dat is dan de linkerkant van het plaatje, heb je uh, de situatie dat alle atomen een beetje kriskras door elkaar georiënteerd uh, zijn. En uh, de Noord- en de Zuidpoolen elkaar eigenlijk uiteindelijk opheffen. Dus netto heb je geen magnetisch effect. Maar zou je het voor elkaar krijgen om alle atomen dezelfde richting heen te laten wijzen, en dat is het rechterplaatje, dan zul je zien dat zo'n uh, stuk ijzer zich gaat gedragen als een magneet. En het magnetische effect van ijzer valt dus te verklaren uit het atoommodel. Wanneer de atomen gerangschikt zijn zoals in het rechtermodel en daar ook grotendeels blijven staan, dan noem je het een magneet. Maar ook stukken ijzer die geen magnetische werking hebben, kunnen wel magnetische eigenschappen krijgen als je ze in de buurt brengt van een magneet. En dan ga, daar gaan we dadelijk naar kijken. Dat heeft ermee te maken dat die ijzeratomen in het kristal, kristalrooster best een beetje kunnen bewegen. Dus ze kunnen zich aanpassen als er een uh, magnetisch veld is. Het grootste magnetische veld wordt uh, veroorzaakt door de aarde zelf. De aarde herbergt eigenlijk in het binnenste. Een hele grote magneet. En dat zorgt er ook voor dat als je op het aardoppervlak staat en een magneet uh, laat draaien, dat de noordpool van die magneet altijd dezelfde kant op gaat staan naar het noorden. Maar dat heeft wel een, be een belangrijke consequentie. Als jouw magnetische noordpool naar het noorden gaat staan van de aarde, dan moet daar dus blijkbaar een magnetische zuidpool uh, zitten want noord en zuid trekken elkaar aan. Dus. Op, ergens in de buurt van de noordpool van de aarde, ergens in Canada, bevindt zich de magnetische zuidpool. Ik heb het net al uh, genoemd, als je een stuk ijzer dat op zich geen magnetische effect heeft, of geen magnetische eigenschap heeft, in de buurt brengt van een magneet, dan zul je zien dat dat stuk ijzer zich gaat gedragen als een magneet, doordat de atomen in het ijzer zich gaan rangschikken, zoals je in het onderste plaatje ziet. En eh, het stuk ijzer zal dan ook eigenlijk een magneet worden. Dat zal magnetische eigenschappen hebben zolang het in de buurt blijft van de permanente magneet. Dus een stuk ijzer kun je dan tegen de magneet aanplakken. Want eh, je krijgt daar een Zuidpool en Zuid en Noord trekken elkaar aan. Dus dat stuk ijzer zal dan blijven hangen. En je kunt dan zelfs nog een tweede stuk ijzer aan het eerste stuk hangen, omdat eh, elk eh, stuk ijzer dat je er tegenaan houdt zelf ook weer een magneet wordt. En dit effect uh, zal ook optreden wanneer je het stuk ijzer aan de zuidpool van de permanente magneet houdt. Want dan zal uh, juist de kant van het ijzer een noordpool wo worden. En dan trekt ook weer noord en zuid aan. Een leuk effect hiervan is uh, zogenaamde ferrovloeistof zoals je hier ziet. Dat is een vloeistof uh, dat uh, hele kleine ijzerdeeltjes bevat. En die vloeistof zal zich ook gaan gedragen als een uh, magneet, een vloeibare magneet, wanneer je daar een permanente magneet in de buurt houdt. Wanneer je een magneet hebt, dan zal die magneet dus een kracht kunnen uitoefenen op andere magneten of op stukjes ijzer eh, die in de buurt zitten. En eh, je spreekt dan eigenlijk over een zogenaamd magneetveld, veld waarin die magneetkracht, magnetische kracht werkt. En dat magneetveld, dat eh, kun je zichtbaar maken bijvoorbeeld door eh, een magneet te leggen eh, in de buurt van eh, een opstelling met heel veel Kompasroosjes. Dan krijg je het plaatje zoals je rechts ziet. Al die kompasroosjes die gaan zich dan richten naar het magneetveld dat uh, optreedt. En uh, die, uh, die de kompasjes die kun je dan eigenlijk met elkaar gaan verbinden door middel van zogenaamde magnetische veldlijnen. En we gaan dadelijk kijken hoe we zelf deze magnetische veldlijnen kunnen tekenen. Nou, je kunt dat uh, door middel van kompasjes uh, aantonen. Een andere bekende proef is dat je geen kompasjes gebruikt, maar ijzerveilsel. En daar zie je linksonder een plaatje van. Want op het moment dat je magneet in de buurt houdt van ijzerveilsel, dan gaan al die stukjes ijzer, die, uh, die gaan zich dan ook gedragen als magneetjes, zoals je al op de vorige uh, sheet kon zien. En al die stukjes ijzerveilsel gaan zich dan richten uh, in de richting van de kracht zoals ze die voelen. En uh, eigenlijk zie je daar nog mooier die uh, magnetische veldlijnen ontstaan. Wat geldt nu voor die magnetische veldlijnen? Die, uh, als je die wil tekenen, dan moet je voldoen aan een aantal regels. Nou, laten we eerst een magneet pakken. Weer even een staafmagneet met een Noordpool en een Zuidpool. En je ziet dat hier de magnetische veldlijnen getekend zijn. Ja, wat geldt er nu? Nou, als eerste uh, moet je die veldlijnen tekenen en die lopen altijd van de Noordpool naar, naar de Zuidpool. Dus ze hebben altijd een richting. En die richting geef je aan met een pijltje. En ze lopen ononderbroken van noord naar zuid. En eigenlijk, en dat gaan we later nog zien, lopen die veldlijnen altijd in een cirkel. En lopen ze dus in de magneet van de Zuidpool terug naar de Noordpool. Daarnaast kunnen magnetische veldlijnen elkaar nooit snijden. Want op het moment dat ze elkaar zouden snijden, zou je dus als deeltje twee verschillende krachten in twee richtingen voelen tegelijkertijd. En dat kan niet. Want kracht kun je altijd optellen tot één netto kracht. Dus je. Kunt altijd maar één lijn hebben op elk punt rondom de magneet. Daarnaast kun je ook iets zeggen over de sterkte van de magneet, want hoe dichter de lijnen bij elkaar staan, hoe sterker daar het magnetische veld is. En in ons plaatje kun je dus al concluderen dat uh, dicht bij de Noord- en de Zuidpool, waar de veldlijnen dicht op elkaar staan, dat daar het magnetische veld het sterkst is. Hoe zien nu andere situaties eruit? Nou, stel, ik heb twee magneetjes. Waarvan de ene een Noordpool is en de andere een Zuidpool, dan kun je ook tussen die Noord- en Zuidpool de magnetische veldlijnen tekenen, zoals je hier ziet. En je kunt er zelfs een animatie van maken. En in die animatie kun je mooi zien wat er gebeurt als je bijvoorbeeld een magneet hebt en je zaagt die in twee stukken. Op het moment dat je die in twee stukken hebt gezaagd, heb je eigenlijk twee losse magneten gemaakt. En elke magneet zal altijd een Noord- en een Zuidpool hebben. Want het bestaat niet om een magneet te hebben met alleen een Noord- of alleen een Zuidpool. En uh, als je die twee stukken uit elkaar trekt, zoals je hier ook ziet, dan krijg je ook het plaatje te zien die je net zag. Waarbij je de veldlijnen kunt tekenen tussen de ene Noordpool van de magneet en de andere Zuidpool van de magneet. Zet je de twee stukken aan elkaar, ze trekken elkaar natuurlijk aan, worden ze één, dan heb je dus eigenlijk één grotere magneet gekregen. Hoe ziet het er nu uit als ik een Noord- en een Noordpool bij elkaar breng? Nou, dan moet je natuurlijk even opletten dat uh, die veldlijnen die zullen nooit van Noord naar Noord lopen en ze mogen elkaar ook niet snijden. Dus dan zul je zien dat ze uh, van elkaar af gaan wijken. En ook dat kun je weer in een animatie laten zien. Die veldlijnen zullen elkaar nooit snijden. En uh, wat je wel ziet is dat het magnetisch veld sterker wordt als je de twee magneten op elkaar duwt. En dat zul je ook voelen, want je zult heel veel moeite moeten doen om dat laatste stukje van die. Uh, van die, de afstand tussen de twee magneten te overbruggen. Het kost je relatief veel moeite om die twee magneten tegen elkaar aan te laten liggen. Een bijzonder magneet is de hoefijzermagneet, want die wordt vaak gebruikt in, in voorbeeldopgaven. En waarom dat is, kun je eigenlijk mooi zien in dit plaatje. Want er is een gebiedje, als je de veldlijnen hebt getekend, waarin een zogenaamd homogeen veld tussen de twee poten heerst. En een homogeen veld, dat herken je doordat de veldlijnen evenwijdig aan elkaar lopen en ook even ver van elkaar afstaan. En dat is dus in het gebiedje tussen de noord- en de zuidpoot. En uh, omdat daar een homogeen veld is, uh, wordt daar vaak gebruik van gemaakt bij je opgave. We hebben het nu gehad over magnetisch veld. En dat is natuurlijk een uh, natuurkundige grootheid. En uh, eigenlijk heeft deze grootheid een, uh, een andere titel. De afkorting is B. En de officiële naam is de magnetische inductie. En de magnetische inductie is dus een maat voor de sterkte van het magnetische veld. En bij elke grootheid hoort ook een eenheid. En dan de eenheid van magnetische inductie is de hoofdletter T de afkorting van Tesla. En één Tesla, dan heb je al een heel heel sterke magneet.